Alright. Kijk dan. Het is maandag vandaag. En er kwam een doosje binnen. En in dat doosje zit een briefje. Dit wordt wel leuk trouwens. Support your locals, Zeeuws-Vlaanderen. Bedankt voor je bestelling. Ik heb geen besteld, maar ze hebben dat opgestuurd. En met dit pakket steun je de Zeeuws-Vlaamse ondernemer. Dat is leuk. Dus, wie doet er mee? Het melkhuis, bakkerij Dees, de Groene Meijer Polderwinkel, het boertje, de feiter, de groenteboer. Sap en fruit van Flikkerweert. De letter asperges, aardappel van Thomas. Freddy Nelen, dat is bloemkool, Zuid-Zanden. For You, Daily For You, dat is een horecaleverancier die vlees, vis en gevogelte levert. Werken in de kas, dat is de opleidingskas van dingen, van de Deton. En van Dorpen. En dan het akkerbouwbedrijf Schele Colijn. Die heeft vitamine C, dus dat is, wat zit erin? Uien en dingen. Oh ja, en Confiserie De Grens en het Zeeuwse Zoetje. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze ook niet allemaal, maar dit is dus het ding. Ik ga dit als receptuur onder het filmpje zetten straks, want ik ga gewoon, het is een black box voor mij. Dus ik weet niet wat ik ga maken. Ik ga gewoon die box zo dadelijk open doen, ik ga kijken wat er allemaal in zit. Ik zie al een beetje worstelen en een beetje dingen. Dus ik ga gewoon jammen vandaag. Dus ik weet niet wat ik ga doen. Dus ik vind wel iets in die doos en daar ga ik dan wel alle minuut iets mee maken. Dus misschien wordt het een lange uitzending, dat weet ik niet. Maar ja, wordt wel leuk. Dus de support your locals. En ik had eigenlijk al, want ik wilde eigenlijk gaan barbecuen. Want ik had die offier klaargezet. En offier is, leuk verhaal ook trouwens. Ja, luister, ik vertel gewoon even mijn verhaal, hoor, want het begint zo wel. Offier, O-F, Griekse R. O-F. O-F, Rieksei R. Ja. Hebben we van die grote barbecues. En die grote barbecues hebben die ronde platen. Dan zetten ze net als dit. Zo. En die ronde platen, in het midden doe je hout. En dan ga je opstoken. En dan ga je rond die plaat. Kun je gewoon langstientjes, mosseltjes, stukjes vis, stukjes vlees. Kun je alles op bakken. En dat is eigenlijk, nu hebben ze een kleiner ding gemaakt. Een kleiner model. Een tafelmodel. En wij zijn, ik denk dat het 6 jaar geleden is, op Ibiza zijn wij daar, of misschien wel 7 jaar geleden, zijn wij daar ooit als eerste mee begonnen toen. Die man die kwam met zijn offier en die zei, luister, jullie koken hier op Ibiza en willen jullie op die offier koken? Dus hebben we dat ding, we hadden zo'n heel groot terras, kon een man of 60 zitten, en die allemaal fine dining, hè. En ik had mijn broer mee. En mijn broer die had zo'n hobbykok, maar dat is wel een enorme entertainer. Dus die kan echt, de clown van de familie. En die hadden we dan midden op het terras gezet. En wij maakten al die gerechtjes, heel fijne gerechtjes, dingetjes. En mijn broer die stond te barbecue. En die stond die stukjes met die kleine inktvisjes en die gambadjes en die dingetjes stond hij daar zo te bakken. Zo, met iedereen te lauwen en te lullen en te doen. En dan kwamen wij met die bordjes voorbij. Gambadje erop, dingetje erop, hup, en weg. Dus zo is dat ooit begonnen met die offier. En offier is nu in tussentijd de official sponsor. Een van de official sponsors van Wordchild ook. En zij doen ieder jaar met ons die diners op Ibiza nu met Wordchild. En we hadden natuurlijk ook een plan voor in juni. En maar ja, in juni kan het natuurlijk niet doorgaan. Dus het wordt dan doorgeschoven naar volgend jaar. Maar dat was, we doen dat samen met Sunil Bahadur. Dat is een goede maat van me, ook een 2-sterrenchef. En wij koken dan met z'n tweeën voor Wordchild. En daar hebben we vorig jaar echt een bom met geld opgehaald. Echt superleuk, jong. Echt fantastisch. En dat gaat allemaal die kinderen in de oorlog. En nou ja, goed, ja, we hebben gewoon een super samenwerking met hen. En we zouden dan deze dingen, die zouden we daar op tafel zetten. Dus Hans van Offier, de baas van Offier, die belt mij. Kun je nou niks met die offier en die filmpjes, weet je, dat ding toch thuis staan. En zou je normaal meegaan naar juni naar Ibiza. Dus zet hem gewoon op je kachel. Dus ik had dat ding al op mijn kachel gezet, want ik zou vandaag iets met dingen gaan doen, met geroosterde groentjes en weet ik allemaal. Maar toen kwam die box binnen. Dus misschien zit er wel iets in die box, wat ik straks hierop kan leggen. Maar misschien ook wel niet. Maar ik zie bijvoorbeeld wel worstelen. Dus ja, worst is wel lekker hierop toch? Kan niet slecht zijn toch? Dus ik ga maar stukjes worst hierop straks. En ik zie hier een bloemkooltje leggen. Ik kan ook wel iets mee. Ja, aardbeien. Enfin, ik ga er honderd allemaal uit halen. Voor mij is het ook echt een uitdaging vandaag, jongens. Dus er zit brood in. Perensap. Appelsap. Paprika's. Hoe ga ik dat doen? Een bloemkool. Yoghurt. Wat is dit dan? Dit is van het Zeeuwse zoetje. Hé? Wat is dan? Oh, fuck. Breekt. Wat is het dan?
Ik ben een beetje vossen natuurlijk. Even kijken hoor. Bakmix. Een recept voor appel- en perenkrummel. Dus. Ingrediënten nog toe te voegen. Rijpe peren en appels, rozijnen en kaneel. Dat zal er waarschijnlijk in zitten. Bakmix voor de krummel zit in een potje dat in de box zit. Oké. Okay. Dus verwarm de oven op 200 graden. Dat ga ik eerst even doen. Oven aan. Hoppakee. Zo. Oven aan. Oh ja, moet ik wel aanzetten natuurlijk. Ja hoor. En dit moet je dan gewoon kneden waarschijnlijk. Nou, dat ga ik dus ook doen. Dat ga ik zo dadelijk doen. Dat ziet er geloof. Dat is gewoon kant en klaar deeg. Oké, okay, prima. Een Zeeuwse zoetje. Oké, okay, goed. Dan hebben we nog tomaten. Asperges. Peterselie. Vraag me niet. Wat ze nou precies er allemaal mee? Aardappels. Die gooi ik even rond, want dan heb je allemaal naar die... Ja, die peren dan even in die taart. Nou, dan ga ik mijn eigen draaibel aan geven. Even kijken straks. Appeltjes. Het zit allemaal in die box, hè? Dus de mensen kunnen gewoon daar en ja, dat is een volledig pakket, denk ik. En ik denk dat ze er ook een normaal gezien een receptuur bij krijgen, wat ze dan allemaal moeten doen. Uien zit erin. Die heb ik er ook liggen. Wat erbij. Dus het is voor mij ook gewoon een blackbox vandaag, jongens. Het lijkt wel zo'n kookprogramma. Dus ik ga gewoon wat je krijgt, ja, dat moet je mee doen. Een potje jam zit er nog in. En hebben ze allemaal van Love You Lollies ingezet. Love You. Oké, okay, prima. Die laat ik maar even inzetten. Daar ga ik niks meer doen. Dus er is... ja, jam in is dit. Wat zullen we dan eens doen? Ja, sowieso ga ik dan een taartje maken. Dat ga ik sowieso doen. En ik ga even een pannetje opzetten in de tussentijd. Die bloemkool ga ik frituren. Dat hebben we vorige keer ook al gedaan, maar dat is zo verschrikkelijk lekker. Dus even de frituur aanzetten. Zo. Die heb ik aanstaan. Die bloemkool ga ik frituren. Dat sowieso, dat staat vast. Daar moeten we verder niet over nadenken. Die appelsap. Ik ga ze even vastpakken. Dat is mijn wijn voor vandaag, want het is maandag. Dus ik bedoel, we moeten niet te veel alcohol. Genoeg alcohol hadden we van het weekend. Dus een glaasje appelsap, dat is wel welkom. Dat is lekker. En dan ga ik ook gelijk, dat is wel leuk, dan gaan we straks op die taart. Dat hebben we de vorige keer ook alles gedaan. Ja, misschien val ik een klein beetje nu in herhaling, want ja, dat is voor mij ook even een nieuw dingetje. Ik ga even een pannetje opzetten. Met wat water in. En even een pannetje opzetten met perensap in. Dat ga ik doen. En die perensap die ga ik alvast even inkoken, daar maak ik me stroop van. Dat is wel lekker. Dus dat kan ik ook. Goed, hey, dat ding dat geen vorm, jongens, niet normaal. Lekker. Heerlijk. Pannetje met water. Dat is voor de tomaten te pellen. Maar die moet toch gepeld worden. Hè? En dan ga ik dat deeg. Dat ga ik hierin doen. En volgens mij moet je dit gewoon kneden. Een zakje met boter erin. Niet te geloven, hè? Leuk hoor. Echt leuk. Ik weet niet of het goed doet, maar kijk, volgens mij moet je dit gewoon mengen. Dan krijg je gewoon van de kruimeldeeg. Waarschijnlijk. Denk ik. Oké. Okay. Moet ik wel even een bakblik vandaan toven. Even kijken straks. Of daar iets van een taartvorm of zo. Ja, kijk, dat lukt wel, jongens. Kijk, je hebt gewoon een kruimeldeeg. Zanddeeg zal het zijn, hè, waarschijnlijk. Hè? Zanddeeg, oké, okay, die hebben we. Even goed kneden. Dit is mijn kruimeldeeg. Ja, dat is makkelijk. Heerlijk. Even de kruimels van mijn hand afwassen.
Nee, het lijkt wel een wedstrijd. In die wedstrijd doen ze het ook altijd. Dan krijg je zo'n blackbox. En dan weet je dus niet wat er komt. Je weet gewoon niet wat je gaat koken. Nou, ik heb precies hetzelfde. Dus ik weet ook niet wat ik ga koken. Ik ga gewoon koken met hetgeen ik heb hier. En dan verzin ik gewoon even alle minuten maar. Hè. Dat helpt niet. Even kijken hoor. Dit even hier. Dan daar. Zo. Nou, degelijk klaar. En straks eventjes laat dat maar even rusten. Appelsapje. Nou, lekker. Oh, kijk. Ik heb hier al een bakkie, blik. Die ga ik wel even inspelen met mijn boter, jongens. Dat is wel. Dat gaat dat plak waarschijnlijk, hè? Dus kijk, ik heb gewoon een cake blik. Mag ook zo'n rond ding zijn, hè, wat je wil. Hè. Maakt niet uit. Maar wel even met boter smeren, want dan plakt dat ding er helemaal aan, natuurlijk. Hè. Yep. Lekker vet. Ja, en ik had ook mijn spulletjes hier klaar liggen. Dan misschien ook straks nog een pepertje in. Zat niet in die box, hè, maar. Op een gember. Knoflook. Enfin, maakt niet uit. Zien we straks wel. Oh ja, even naar die tomaten, jongens. Je weet hoe je een tomaat moet peilen, hè? Ja, ik heb ze misschien niet allemaal nodig, hoor. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Een beetje deeg op de plank. Dus het water kookt. En dan pak je dingen. Een mesje. En doe even een kruisje. Hup. Kruisje erin. Tjaka. Hoppakee. De blackbox. Tomaten in de pan. Zo, hoppakee. En dan eventjes 5 seconden rondrompelen of zoiets. Op school zijn ze er altijd 5 seconden rondrompelen. Ja, bijna strak over de aardappels. Wat zou ik met die aardappels doen dan? Daar kom ik even niet uit, jongens. Moeten we de aardappel erbij doen? Ja, dat is wel lekker, hè? Misschien wat aardappelchipjes maken of zo. Dus kijk, die tomaten hebben even in dat sop gelegen. En dan spoel je ze gelijk weer koud. Even koud spoel. En dan ga je ze in pan, hè. Die geel, die pijl is gek. Kijk, hop, alles eraf. Makkelijk. Zo. Toch wel een leuk initiatief van die mensen. Heel ze dat doen, hè. Je steunt gewoon de lokale ondernemers. En ze steken allemaal wat in die doos. Dat is wel leuk. En ik denk dat het daar naartoe gaat, jongens. Ik denk dat dat de toekomst wordt. Dat wij allemaal in ons eigen land blijven sowieso om vakantie te vieren. Dus het wordt toch een soort eigen landvakantie. En het zal toch een dingetje worden. Maar kijk, als jij met 20 man maar in een vliegtuig mag, dan moet je eigenlijk niet afvragen wat zo'n ticket gaat kosten straks. Dus ik denk dat het heel veel vakantie in eigen land wordt. En heel veel vakantie in eigen streek. En misschien is dat wel eens goed trouwens. Want bedoel, we hebben echt een mooi landje, jongens. Hier zeker langs de kust. Kijk, Zeeland is natuurlijk het mooiste stukje Nederland, dat weten we ook wel allemaal. Maar er zijn best wel andere mooie plekjes in Nederland. Niet zoals in Zeeland natuurlijk, maar er zijn best wel mooie plekjes. Maar je moet wel allemaal naar Zeeland toe komen. Maar Zeeland is wel het allermooiste, dus als je echt vakantie in eigen land, dan moet je echt naar Zeeland komen. Want er gaat dan niks boven die Zeeuwse wateren hier en die Zeeuwse kust. Nee, dat is toch fantastisch. Dus dat, maar goed, dat even tussendoor. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen gewoon vakantie in eigen tuin en vakantie gewoon thuis. Want vliegen ik weet niet, ik heb geen flauw benen, maar ik denk dat vliegen dat echt onbetaalbaar wordt straks. Maar ja, jongens, het zal weer een lange uitzending worden, want ik moet nu echt alles van begin af aan klaarzetten. Maar ja, kijk, als je zo'n kookwedstrijd doet, dat duurt ook, dan krijg je 2 uur of 3 uur de tijd, hè. Dus ik ga geen filmpje van 3 uur maken, maar
Ik moet even, alles schoonmaken en alles spellen. En alles doen. Dus ja, heeft gewoon even tijd nodig. Tomaatjes. Ik denk, eigenlijk, ik zit net te bedenken, hè. Ik ga die tomaatjes, hè. Ik ga gewoon een beetje tomatenbrood maken. Ik heb toch dat brood. En dan lekker tomatenbrood erbij maken. Ik weet, dat hebben we ook alles gemaakt. Dacht ik. Maar dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, ik moet doen met hetgeen wat ik heb, moet ik wel doen, hè. Dus laat me maar even een beetje rommel neer. Kijk, tomaatjes heb ik. Dat heb ik even daar. Ja, dat blik. Dat blik nog vol. Ik zal eerst even dat blik even opvullen. Even wacht. Kijk, dat deeg. Moet je gewoon de kinderen laten doen eigenlijk, dit. Lukt toch? Ja, en weet je, het is misschien niet een helemaal ideaal blik ervoor. Ik had even niks anders. Daarom zei ik, het is live televisie, jongens. Het is een black box en ik krijg het eens voor me kiezen. En ik moet er maar het beste van maken, hè. Zo, kijk. Zo. Ja, weet je ook, jongens. Je kan ook overal lekker in Zeeland, hè. Ik bedoel, in Zeeland zit niet voor niks allemaal die sterren bij elkaar, toch? Dat wil, die zijn er niet voor niks. Dus een filmpje is heel een promotie. Kijk, deeg. En dan moeten volgens mij. Wacht even. Oké, ik ga deze vast even nog bakken. Rakje. Open rakje. Even kijken. Dit gaat in de oven. Dan ga ik eerst even een klein beetje voorbakken. En doe ik straks die appeltjes en die peren op. Ik strak al steeds over die aardappels. Ja, maar ik weet nog niet of ik iets met aardappels ga doen. Hè? Ik weet nog niet. Hoeft niet per se, toch? Niet per se nodig. Dus. We maken een appel- en perentaart. Die hebben we. Dan staan er hier nog aardbeien. Wat zal ik met die aardbeien doen? Ligt lekker. Wat zal ik met die aardbeien doen? Ik weet al. Water. Oh, wakker af jongens. Wakker worden. Nee, weet je waarom ik mijn wekker zet? Ik zet mijn wekker omdat ik iedere keer vergeet die filmpjes door te posten. Van YouTube. Dus het is 12 uur en ook dat filmpje door te posten. Dat vergeet ik iedere keer. Dus daarom zet ik iedere dag om 12 uur zet ik mijn wekker. Nou goed, ja. Even kijken. Dus ik heb dingen. En ik ga een klein beetje chocolade smelten. Ik ga die aardappels gewoon in chocolade doppen. Dat is lekker. Dus ik ga in chocolade doppen. Pak maar even een bordje voor straks. Hoppakee, heb ik ook staan. Dus, aardbeien met chocolade. Waar is lekker die appelsap trouwens? Lekker. Die heb ik. Die worst. Ja, die ga ik straks op die barbecue gewoon hier dan. En dan ga ik even... paprika's. En die tomaten erbij zo dadelijk. Oh, wacht even. Wees even asperges. Je hebt het langst nodig. Mooie zeefse asperges, jongens. Dan zitten die Brabanders die zitten daar te roepen en die Limburgers die zitten daar te roepen met hun asperges. Maar die hebben wij in Zeeland ook, hoor. En die komen van de zilte grond. Dus heb je een beetje zilte asperges, of veel lekkerder. Ik bedoel maar, ja. Laat die Brabanders maar roepen. Zo. Ja, je weet hoe je asperges moet beschillen, jongens.
kan het even uitleggen. Ja. Kijk, je schildert van boven naar beneden, dakpasgewijs. Zie je dat je niks vergeet? Dan een klein beetje aan de onderkant er nog extra bij. Zo, hup. En dan breekt hij waar hij breekt. Kijk, hup. 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 Klaar. Zie je dat? Huppakee, lekker rond. Laatst nog even een kontje. En dan breekt hij waar hij breekt. Hup, hup, klaar. Die ga ik zodra ik die barbecue ook meepakken. Gebakken asperges. Dus, wat ga ik doen? Ik ga gebakken asperges doen. Je krijgt van mij hele receptuur vandaag, hè. Dus ik bedoel maar, jullie hebben ook van die black box. Dus ga ook maar lekker jammen. Dat is toch mooi? Dan stel je zo'n box voor het weekend. Doe dat nou. Superleuk. Je bestelt zo'n box voor het weekend, of door de week, of wanneer je tijd hebt. We hebben toch tijd zat. En dan ga je gewoon... op dat moment, op het laatste moment, ga je gewoon, net als bij mij, wat ik aan het doen ben nu... ga je gewoon beslissen wat je doet. Superleuk, toch? Leuke uitdaging. Deze ga ik even apart zetten, want die gooien we straks nog in de zoep. Even kijken. Ga ik wel even hierin doen. Die gaan in de soep. Zo. Zo. Nou, die chocolade is aan het smelten. Die zet ik even daar in beeld, want ik kan het gemakje verder smelten. Asperges zijn klaar. Brood. Nee, geen tomatensaus maar. Ik ga er wel een rood pepertje doen. Ja. En een beetje gember. Geen dag zonder gember, geen dag zonder pepertjes. Even een pelletje eraf doen, deze. Die gember in, lekker. Een rood pepertje. Zal ik eens doen? Mokkie, mokkie? Nee. Pak even zo'n pan. Ja, hier. Deze pan. Dat is een mooie pan. Dus ik geef maar even een stukje gember. Zo. Dan een beetje olijfolie in de pan. Zo, olijfolie. Dus het zit in mijn hoofd, maar blijft een verrassing jongens vandaag. Ik begin zo zachtjes al een beetje te broeien. Ik dacht, ik ga wel makkie met die barbecue aan de slag. Ja, niet dus. Niet dus. Ja. Is het nou warm? Volgens mij wel. Zo. Beetje knoflook. Ik moet echt alles nu van het begin af aan maken, jongens, dus dat duurt gewoon even. Hoor. Sorry, ik kan niet sneller. Pepertje erin. Ik haast me echt hoor. Maar het gaat niet sneller. Zo, paprika erin. Ja, uitje erin. Ik probeer het echt zo snel mogelijk te doen. Ja, aan de andere kant, waar sta ik me nu te haasten? Jullie hebben het ook gewoon tijd. En als je het leuk vindt, als we het filmpje spullen, dan spoel ik gewoon door. Zo, eitje erbij. Hup. Huppakee. Eitje erin. Lekker. Oh, we zijn weer lekker aan het koken hoor. Komt helemaal goed hier. Ha. Zo. Paprika, paal eraf jongens van die paprika. Mooi.
Dus doe, hey, gewoon doen, jongens. Gewoon zo'n blackbox kopen. Of laten afleveren. Gewoon bestellen. En gewoon ook thuis ook gewoon, ga de uitdaging aan met die blackbox. Gewoon met die lokale leveranciers ga gewoon die uitdaging aan. En ga gewoon lekker thuis. En ga gewoon lekker met jam. Super leuk, toch? Echt leuk. Dus, uitje, paprika, beetje gember, rood pepertje. Beetje specerijen. Dus ga er een klein beetje chili in doen. Zo. En een klein beetje van die gerookte paprika, dat is ook lekker. Zo. Paprika. Een beetje oregano, ook lekker. Beetje zwarte peper. Hoppakee. Ja, beetje venkel. Ja, beetje venkel, ook lekker. Ja, geen gerecht zonder specerijen, jongens. Dat is ook wel lekker, die olijven. Geen gerecht zonder olijven. Dit ga ik er ook allemaal bij doen. Ik heb hier nog een beetje anchovies. Ja, dat zit natuurlijk niet in die box, maar mag er toch gewoon bij dan, of niet? Bijna siroop. Een klein beetje peren zou bij doen. Lekker peer, deze. Ik heb nog iets meer siroop nodig straks. Hup. Dan gaat hier, even kijken hoor. Hup, dat erin. En naar beneden. Dus ik had nog een beetje olijven. Dus uitjes, paprikaatjes, rode pepertjes, olijven. Zo, hoppakee. En dan kappertjes. Oh, nog één. Oh, ik had een slijmer gezet. Kuddel. Ik had nog geen twee filmpjes per dag filmen. Of posten. Dus kijk jongens, hier. Zie je dat? Kan niet slecht zijn, hè? En dan ga ik daar een klein beetje ketchup in doen. Zo. Lekker. En een klein schepje tomatenpuree heb ik er ook staan. Zo. Ja, dat was het al, volgens mij. Dus olijfjes. Pepertjes. Paprika. Het ruikt weer al lekker, jongens. Ja hoor, we zijn er weer. Het is weer feest. Tomaatje erbij. Ja, ik gooi er maar in. Ja, weet je, ik moest het niet allemaal gebruiken, toch? Ik denk ook zo'n box. Ik denk dat er voor een man of vier is, trouwens. Denk ik. Ik weet het niet. Ik moet vragen eigenlijk. Maar hey, nogmaals. Die ondernemers, die moeten we ondersteunen. En ik blijf het roepen. We moeten elkaar helpen, jongens. Echt, serieus. En ook, ik ben ook eerlijk en ik heb jullie nodig straks. Als ik straks mijn restaurant weer open mag doen. Ja, ik heb ook, ik moet ook al de rekening betalen. Hè. Alles gaat door, hè. Dus, staat niet stil. Het blijft gewoon doorgaan met z'n... ook wij zullen onze rekening moeten blijven betalen. En ik kan je zeggen, dat wordt steeds moeilijker. Want als er helemaal niks binnenkomt, jongens, dan kun je je ook wel voorstellen. Maar goed, ik heb wel plezier. Ik maak filmpjes. En jullie kijken er massaal naar. Dus ja, hebben we dat toch. En dan zijn er ook allemaal van, als er nou straks die corona dingen voorbij is, ga dan gewoon lekker door met die filmpjes. Ja, misschien ook wel. En ik denk zelfs ook dat we gewoon verder gaan met dingen. Met dat afval dingen in het weekend. Want we zijn in het weekend hebben we toch nog een klein beetje omzet van die afval. En die tomaatjes rijden gewoon grof, hè. En ik denk dat we gewoon de rest van het jaar gewoon afval doen. Want er zijn toch altijd nog een hoop mensen die gewoon thuis zitten. En
ja, die toch nog niet naar buiten durven. Dus waarom niet gewoon dan die mensen ook maar gewoon afval laten doen? Ik bedoel, voor ons maakt het niet uit. We zetten gewoon die tas naar de achterkant. En laat ze maar komen. Ja, en weet je, je bent een eigen ondernemer. Dus je blijft, ja, we doen dit al 25 jaar. En dit is al 25 jaar mijn kindje. En dat geef je natuurlijk niet zomaar op. Dus wij doen er alles aan. Om, ja, om de boel in leven te houden. Hè? Dus, maar ja, ik hoop wel dat er een klein beetje ondersteuning blijft komen van de regering. En dat we wel, we kunnen dit niet alleen maar zelf. Hè? Je kan niet een onderneming waar een man of 15 werkt. En waar je allerlei lasten hebt en allerlei dingen. En zo'n onderneming zonder omzet, ja, dat kun je ook wel begrijpen. En dat is dan niet alleen in de horeca natuurlijk. Maar dat is ook, ja, maar alle ondernemers eigenlijk. Alle met een klein bedrijf. Dus we zitten allemaal in hetzelfde schatje, jongens. En dan is het wel welkom dat er een klein beetje dingen komt. Maar geloof nog nooit van zijn leven. Je zat erin. Geloof nog nooit van zijn leven dat wij opgeven. Hè? We gaan nooit van zijn leven opgeven natuurlijk. En we blijven gewoon proberen, net zo lang. Ja, ik bedoel, dit doen we al 25 jaar. We moeten wel anders. En natuurlijk, ik maak filmpjes en ik maak dingetjes en weet ik allemaal. Maar dat is gewoon leuk. Nou, dit is fase 1. Nee, fase 2 al. Wacht, die taart. Shit. Fuck, heb ik vergeten. Nou ja. Kijk. Een taartbodem. Is dat mooi of niet? Dat is mooi. Maar die moet hier nog wel uitkomen, hè? Live televisie, jongens. Ah, oh, die valt in elkaar. Misschien had ik moeten laten afkomen, of niet? Maar maakt dat niet uit. We maken kruimeltaart, toch? Het is kruimeltaart, jongens. Live televisie, maar het ruikt wel. Echt lekker. Dus we maken gewoon kruimeltaart. Dan ga ik het anders doen. Dan ga ik het hier terug indouwen. Zo. En dan ga ik gewoon lekker kruimelen zo. Ik weet niet of dat mag, hoor, maar kijk. Zo. Let op, hè. Zo deed oma dat vroeger ook. Oma maakte vroeger van die kruimeltaart. Zo. Kijk, dit duw je dan erin. Zo. Hè? En dit gaat vanzelf op elkaar plakken. En dan doe je daar een klein beetje yoghurt op. Die vrouwen van dat, hoe heet dat spul ook, hè? Die vrouwen van het Zeeuwse zoetje, die denken bij zichzelf van... Wat is dat? Dat is een sukkel. Ja, sorry. Yoghurt. Nee, maar zo moet dat, echt waar. Zo moet je dat doen. Maar kijk, die yoghurt, die plakt dan die kruimels weer aan elkaar. Dat stijft dan weer op. En dan doe je daar die gebakken appeltjes straks op. En die peren. Dat is gewoon echt lekker. En dan krijg je een hele frisse... yoghurttaart. Kijk. Hoppakee. Oh ja, dat ga ik nog even wat doen. Dat is ook wel lekker. Oh ja, ja, wacht even. Dit even afzetten. Zo. Kruiden en specerijen. Uit de categorie zoetigheid. Dus, kaneel. Kaneel. En kardemom. En ja, ja, klein beetje venkel. Is dat lekker? Appeltjes met venkel, hè? Zo. Dus kijk, wat ik nou gedaan heb, ik heb die bodem heb ik verkrumbeld. Kijk, en dan doe ik yoghurt op. En dit stijft even op in de koeling. Als ik het lekker heb. Zo, dan doen we straks die appeltjes gekarameliseerd daarop. En dan hebben we een lekkere appeltaart. Geloof me, echt wel, serieus. Kijk, dit is mijn salsa. De salsa van vandaag. Eens even kijken. Lekker.
Ik heb natuurlijk een klein beetje gezuurd. Want je mag natuurlijk niet dingen toevoegen. Maar ja, aan de andere kant. Ik heb een kemmingkappertje en een beetje olijven en een beetje anchovies ga ik erbij doen. Mag toch? Of niet? Kan toch? Dit is lekker warm, hè? Zo. Even kijken. Een pan. Beetje olijfolie. Oh nee, wacht even. Nee, natuurlijk niet. Wacht even. Ho. Die even wachten. Ik ga eens kijken of dat er op het ding gaat. Brood. Het zit weer allemaal vol hier, hè? Maar dat komt omdat dat ding hier staat natuurlijk. Oh, we hebben een beller, jongens. Ruikt wel fantastisch lekker, dat brood. Volgens mij zit er ook een beetje maïs en zo. Lekker. We moeten hier toch kunnen bakken, zo. Dat is nog niet echt warm, hoor, dat ding. Die moet dan nog warmer kunnen. Ik weet niet of dit gaat lukken, jongens. Maar dan doen we het wel in de pan, hoor, straks. Maakt niet uit. Die zou nu gewoon echt loeiwarm moeten zijn. Even Hans bellen. Wie belt er Hans even, jongens? Hans? Of je doet het niet. Of ik heb het niet goed gelezen, dat kan ook. Doet het niet goed misschien. Nee, die wordt niet echt warm, hoor. Of wel? Nou. Nee, die zist. Ik heb gewoon geen geduld weer. Zal dat wel zijn. Waarschijnlijk. Niks nieuws, of wel? Nou, ik heb chocolade. Ja, het vliegt echt van hot naar her, hoor. Maar dat is voor mij eventjes ook van... ik moet ook eventjes improviseren, hè. Dus we gaan van appeltaart naar salsa van tomaat. En van salsa van tomaat gaan we naar... kijk, want die aardbeien die zagen er wel heel erg lekker uit. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is gewoon heel simpel. Heb ik hier. Kijk. Even een bord pakken. Kijk, aardbeien geslagen. Chocolade. Kun je de kinderen ook laten doen, hè? Hoppakee. Chocolade aardbeien, jongens. Nou. En dat allemaal uit één box, hè? En ja, nogmaals, jongens. Het zou weer een langer filmpje dan normaal zijn. We zijn begonnen met filmpjes van een half uur. Het is iedere keer een film van een uur aan het worden. Ik wil even, serieus, ik kan er ook echt niks aan doen, jongens. Het spijt me echt. Nee, echt serieus. Het spijt me echt. Ik zit net al hard te bedenken. Ik ga het nog eens doen. Kijk, de chocolade is nog niet stop, Steven. Kijk, chocolade, aardbeien. Woehoe. Ja, ik heb nog een beetje aardbeien over, maar die komen later wel. Hé, wat? Dat is wel lekker. Kijk. Pinda's, jongens. Dan krijgen we aardbeien met pindakaas. Kijk dan. Dat is één. Ja hoor. Nou, even kijken naar mijn boterhams. Ja, die worden wel bruin. Kijk, gewoon een soort, wat zijn dat? Crostinis. Ik ga wel even, maar ik heb geen geduld voor dat ding, hoor. Dat duurt echt lang. Dus ik hoop dat het straks wel een beetje warm wordt. Ik snap er geen bal van, jongen. Echt niet. Hans! Hoe komt dat nou? Ik heb Hans straks aan de telefoon, jongens. Ik weet niet waar het vandaan komt. Hoe dat nou precies? Ik heb geen flauw benul. Oh ja, ik ga nog wat doen. Ik ga nog wat doen. Kijk dan, ik heb chocolade over. Kruimeltaart met chocolade. Ja, het is echt improviseren, hoor. Het is gewoon, ik bedenk het ook gewoon nu, als ik er mee bezig ben. Kijk, maar die chocolade die wordt stijf en dan krijg je een soort chocolade, crumble, yoghurt, bodem. Appeltjes erop, heerlijk.
Ja, ik ga hier even die toast even zo bakken, jongens. Want dat gaat niet goed. Dit worden gewoon crostinis, hè? Dat zijn gewoon. Ja, dit ding moet echt loeiwarm worden. Daar begrijp je helemaal niks van, jou. Ja, ik durf mij ook niet goed open te doen. Dus, mijn poten verbranden. Ja, die kolen zijn gewoon warm, hoor. Live televisie. Dus ik zal onder mijn voeten krijgen van Hans. Hans zal wel zeggen van, hey, wat doe je nou? Je wilt mijn ding promoten? Nee, je kan dat niet. Ja, sorry joh, Hans. Ik weet het niet. Dus wat maken we? We maken crostinis. Met anchovies. Lekker. En we maken aardbeidjes met pindakaas. Kijk, die boterham, oh, dat is zo lekker, joh. Zo'n boterham vol met olijfolie gepompt, hè? Weet je wel? Dat is echt lekker. En ik weet niet, die gasten van die boksen zullen ook wel zeggen, wat doe jij nou weer allemaal? Maar dat is toch leuk? Laat mij maar een beetje rommelen. Kijk, ja, heerlijk. En dan gaat dit. Oeh, lekker. Dit kan naar daar toe. Dit kan naar daar toe. Zo, een beetje ruimte maken. Zo. Dan ga ik daar nog een klein beetje. Anchovies. Opleggen. Zo. Nou, jongens van de lokale box. Laat ons maar schuiven, hè? Ik had hier nog een beetje verse dragon. Ja, dan maak ik me het af ook, hè. Kom op. Nu is het afmaken ook, hè, jongens. Dat hebben we nog. Nee, is goed zo. Dit is prima. Wacht even. Nee, nog niet. Een beetje van die chili zo, dat is een leuk kleurtje. Ja. Nou, nummer 2. Hupsakee. Dan gaan we eens even kijken. Hè. Ik heb hier siroop van appeltjes. En de siroop van appeltjes die gaat straks in die taart. En daar ga ik wel eventjes een appeltje voor bakken. Dus, appeltje met de schillen, jongens. Niet te kinderachtig, schil opeten, niet handel. Dat is precies zoals de kinderen die dan een boterham zonder korstjes eten. Ook zo iets raars. Die korst moet je ook opeten. Dat zijn van die papkinderen. Kijk, appeltje snijden. Hoppakee. Zal ik, weet je wat ik nog ga doen? Klein beetje mandel. Een klein beetje hazelnootjes. Je weet wel, amandel en hazelnoot zat natuurlijk ook niet in die box. Maar je snapt ook wel dat die mensen die kunnen er niet alles in steken. Hè? Dus amandels en hazelnootjes. Een beetje hazelnootolie erop. Die ga ik even aanbranden. Die ga ik erbij doen. Dan, peer. Ja, maar goed. Het. Peer is altijd een dingetje, dat moet ook een beetje rijp zijn. Hè? Peer is net eigenlijk hetzelfde als een ding. Hè? Als een avocado, hè? Als dat niet rijp is. En trouwens, die pijl van die peer kun je gebruiken, want die is altijd hard. Maar een peer moet eigenlijk net als een avocado, dat moet echt goed rijp zijn. Hè? Als dat niet rijp is, dan is het niet lekker. Dus ik ben nog steeds aan het improviseren, jongens. Dus ik probeer er iets leuks van te maken, van die box. Zo, zit. Jaspoel. Ik kan hier van de grond eten, dat ligt genoeg. Zo.
Dus, nootjes in de pan. Wat denk je, zou dat genoeg zijn? Ik ga er een peer in, jongens. Hup, nootje uit. Een extra peertje erin, maar we hebben toch perensap. Zo. En dan gaat die peren en die appels. Doe ik even een beetje. Ja, er zit geen honing in ook, maar ik ga een beetje honing in doen. Zo. Lekker. Er is honing erin. En dan die honing even mee laten karamelliseren. Zo, wat heb ik druk, joh? Wacht. Het is allemaal maandag, ik heb het al zo druk. Ik sta mijn kapot haast nu. Is dat niet goed? Het is voor mij ook maandag. Hoppakee. Peer erin, peertjes. Zo. Honing gekarameliseerd. Appeltjes, peer erin. Appeltjes, peren, nootjes. De appelpeer-notentaart. En dan dat sap erin. Onze eigen karamel van de peertjes. Joehoe! Beetje kaneel erop. Geen appel en geen peer zonder kaneel. Kijk, hoppakee. En ik weet niet, het lijkt mij. Het Zeeuwse zoetje lijkt mij iets van dames. Het is zoals dames. Dus zo'n ding hier rond. Dus ik noem jullie gewoon dames. Dus dames, ik hoop dat het goed doet. Ik hoop dat dit een klein beetje de bedoeling is. Maar ja, het ruikt wel lekker. Even kijken naar mijn bodem. Nou kijk, die bodem is een beetje opstevend. Ik moet nog ietsje verder. Dat moet een beetje karamelliseerd worden, dat is lekker, weet je wel. Zo, ik heb ook. Dan heb ik nog een bloemkool. We hebben een bloemkool. Appeltjes, peren niet meer nodig. Aardbeien hebben we gehad. Bloemkool. En eieren, ja, we moeten eieren doen. Weet ik veel. Een bakkerij maken. Nee, joh. Eieren ga ik niet gebruiken. Misschien wel lekker op je asperges ook, maar ja, nee. Moet ik niet doen. Oké, kijk, jongens, lekker aangebakken. Kijk dan, hier. Kijk. Moet je kijken wat we nu al gemaakt hebben. Dus, appeltaartje, aardbeien en chocolade, een toastje vooraf, crostini. Kijk, hup, dit gaat even in de koeling, laat even opstuimen. Ik hoop dat die dames blij met me zijn. Dan, asperges. Ja, ik weet niet of dit ding nou... Hans, ik snap er niks van, echt niet. Wacht, ik ga ze wel. Maar anders duurt het nog langer. Ja, kijk. Hoor je? Nu zist hij. Hans, hij zist. Jawel, hij wordt warm. Ik heb gewoon geen geduld, waarschijnlijk. Ik ben altijd ongeduldig mannetje geweest. Zit een beetje in de aard van het beestje. Doe je niks aan, hoor. Echt niet. Doe helemaal niks aan. En ik probeer zo rustig mogelijk te blijven. Olijfolie, lekker. Beetje peper erop. Zo, lekker. Spertjes. Dan, bloemkool. Oh ja, dan met die bladeren, hè? Dat zei je dat die bladeren ook lekker waren, hè? Nou, maar wel een beetje die binnenste bladeren pakken, natuurlijk. Die ga ik alvast. Ik ga een heel ding maken zo. Ik zet overal bordjes neer. Ik schuif straks terug naar voren, jongens, dan kan ik laten zien wat ik gedaan heb. Zo. Dan ga ik bloemkoolblaadjes frituren. Beetje de mooiste bladeren eruit al. Ja. Ja.
Nee, dit is het wel. Ik had die frituur al aangezet, hè? Had ik al verteld, hè? Vet het een beetje. En ik had nog een klein beetje van die vinaigrette van de week over ergens. Ja, zie je wel. Ja. Een klein beetje vinaigrette had ik hier nog. Dat is wel lekker wat erop te doen. En misschien moeten we dan gewoon een ding doen. Maken we daar een dipsaus van. Dan ga ik er wel even kijken. Hoor. Even een schuif hebben. Ja, lekker. Ik heb miso. Weet je nog van de vorige keer? Miso. Dan ga ik eventjes met die... Improviseren is het jongens nog steeds, hè? Zo. Vinaigrette. Miso. En ik weet wel. Maar die miso die hadden we vorige keer ook weer gebruikt. Dus die moet je nog in je kast liggen hebben. Die zijn ergens in de dingen. Dus die heb je niet, als het goed is, hebben die niet weggegooid. En die vinaigrette die hadden we van de week alles gemaakt. Dus, van vorige week. Dus, die heb je ook nog staan als het goed is. Dus niks weggooien, jongens. Kijk. Miso-dip. Hoppakee. Miso-dip. Weet ik wel, het zit niet in die box. Maar dat maakt niet uit. Je mag... we maken een afspraak. Je mag zelf 10 ingrediënten toevoegen. Ik weet niet of dat mag van die mannen, maar waarom niet? Is het leuk? Dus je mag zelfs 10 ingrediënten toevoegen. Kijk. Dit ga ik zo dadelijk op het bord leggen. Ga ik tussentijd die roosjes. De smaak zit in de steel, jongens. Het is niet weg, gewoon heel steel. Oh shit, die asperges. Oh nee, ga goed. Barbecue asperges. Ja, dat gaat goed hoor. Doe het dan, Hans. We zijn er, Hans. Dankjewel. Hans is van Ophir, jongens. Ik heb steeds om Hans, maar Hans van Ophir. Hans is de grote baas van Ophir. Is nog niet helemaal optimaal warm, maar dat zal bij mij liggen, Hans. Het spijt me echt hoor. Ik maak... Ik doe ook maar wat. Ik maak even een klein beetje bloemkool. Zo, heb ik. Oh shit, wat heb je nog natuurlijk? Wacht even. De black box. De black box. Hoe leuk is dit niet, jongens? Improviseren. We halen een heel menu uit die black box. En dan die dingen. Die varkensworst. Die kunnen we erbij doen natuurlijk. Je weet, dat is niet mijn ding. Ik had hier nog een bosje peterselie. Je moet ook eens doen. Dus die peterselie hak ik even... Fijn snijden. En die ga ik straks over die asperges doen, dat is lekker. Asperges met peterselie, pas goed bij elkaar, hè. En dan kan je natuurlijk ook nog een eitje op doen. Ja. Moet dat? Zullen we dat doen? Ga ik even snel een roerretje maken? Ja, ga ik doen. Olijfolie. Ja, we moeten alles gebruiken, net de box. Alleen dit krijg ik niet in mijn hoofd, hoor. Die aardbeienjam, sorry. Maar dat kan ik even niet, nee. Die krijg ik even niet weg. Dat zit ook even zonder. Ik heb hier wel even een eitje. En als we nou een ei met asperges doen, dan doe ik daar een klein beetje nootmuskaat in. Waar is die? Nootmuskaat. Eitje nootmuskaat. Zo. Als specerij mogen we gebruiken, hè? Beetje peper. Die zout. Ja. Even kijken. Watertje. Zo.
ga ik die asperges. Ja, ik doe alles gelijk hoor. Dus laten we maar even doen. Jullie staan met een man of vier in de keuken, hè? Of weet ik veel wat. Ik weet niet of een man niet thuis bent. Ik sta hier alleen, hè, jongens. Alleen is maar alleen, hè. Lekker, hè? Oh, dit is lekker, jongens. Van hier gebakken asperges. Nog een keer omdraaien hier. Die zijn nog niet helemaal goed. Bijna goed. Kijk, een eitje op mijn schat. Met de zeder in. Live kookwedstrijd, jongens, vandaag. Uit de Black Box. De Zeeuwse Black Box. Kijk. Roerrijtje op de asperges. En die anderen zijn nog niet helemaal gaar, ga ik zo doen. En dan woest. We hebben een hoest, nu, jongens. We hebben nog hoesten. Wat gaan we daarmee doen? Ik ga die gewoon in. Ja. Ja, nee, ik doe gewoon kleine stukjes worst, jongens. Kijk. Zo. Nou, en wat je misschien wel lekker is, dan gaan we ze open bakken. Ja, ik doe ze niet allemaal. Weet je, dat is niet nodig, hè? Gooi die hoest maar even in die bak hier. Dan ga ik ze openleggen, kijk. Dan krijg je zo'n lekker kostje eraan. Kijk, heb ik die. Improviseren. Oh ja, doe ik wel. Alles tegelijk, jongens, vandaag. Het is maandag. Dus ik ben gelijk weer wakker over de rest van de week. Geloof maar. Dankjewel, hè, die box. Miljard, jong. Ja. Blijft leuk. Echt, ik vind het echt leuk, jongens. Superleuk. Echt leuk. Het is even alles te lek. Even alles te lek. Tada! Bloemkool. Bloemkool, dip. Asperges. Eitje. Ja, ik ga die worst even, want dat duurt veel te lang, jongens. Daar word ik helemaal zenuwachtig van. Even in de pan. Dat is morgen nog niet klaar. Olijfolie, pannetje. Zwarte peper. Ja. Even hier zetten. Asperges. Zijn ook goed. Kijk, ik doe iedere keer een beetje asperges. Een beetje ei. Beetje asperges. Beetje ei. Zo, hoppakee. Ik heb nog een klein beetje asperges dadelijk. Ja, en we zijn waarschijnlijk weer al een uur bezig, jongens. Het spijt me echt hoor, ik kan er echt niks aan doen. Ik krijg een black box en ik moet ermee doen. Maar ik wil wel alles gebruiken, toch? We maken 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerechten, hè? Uit één box. Kijk, die ham of die worst, die doe je op dat vlees. Zo. En dan doe je hier. Wacht even. Dit even weg. Even schoonmaken, test nog. Dan pak je een dingen. Ja, ik heb toevallig een pincetje met zo'n scherp dingetje. En dan ga je ze prikken. Dan krult dat vel niet helemaal op. Zo. Dingetje. Kijk, als je hem omdraait. Als je hem omdraait, dan doe je het leven lekker. Volle bak peper op. Dat is lekker met die worst.
Zo. En dan kan er nog wel heel snel, even heel snel. Een uitje erbij. Een snel uitje. De klok tikt weg, jongens. We hebben nog 10 minuten. En dan moeten de gerechten op de pas staan. En wie heeft deze wedstrijd gewonnen? Nog 10 minuten op de klok. We zijn er bijna. En de Zeeuwse ondernemers gaan ook op. En blijf lekker koken, jongens. Even wachten. Hup. Klein beetje oregano. Hup. Een klein beetje... dingen, vind ik wel lekker. Een beetje komijn ga ik erop doen. Ja, komijn komt altijd weer terug. Hè. Dat blijft lekker. Hup. Oké. Okay. Lekker uitje erop. Nog 5 minuten. Vergeet niks. Klokje drinken. Leuk hè, ja, je was er weer in. Uitje erop. Peterselie op de asperges. Zo. Misschien moeten we gewoon een wedstrijd van maken dat al die chefs het gewoon thuis gaan doen dit. ja, ik ben er jongens. Wacht even. Dus. Wat haal je nou uit één box? Zo. Appeltaart met chocolade, crumble, yoghurt, lekker fris. Gebakken worst met uitjes, lekker kruin erop. Asperges met een eitje. Aardbeidjes en chocolade. Een lekkere crostini met tomaatjes en paprika's en van alles erop. Gefrituurde bloemkool. Lekker in die miso saus doppen. Dus ja, ik bedoel, ja, blijft leuk. Dus nogmaals, ja god. Misschien krijgen we opvolging. Misschien gaan andere chefs er ook wel aan deze dingen. Maar ja, goed, ja, weet je, hoeft geen wedstrijd te zijn. Blijft gewoon leuk. En ik vind het ook gewoon super leuk om te doen. Het is wel een zootje, maar ja, ruim ik straks wel op. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerechten uit één doos. Wil je nog meer? Dus dankjewel jongens. Van de Zeeuwse ondernemers. Super. Dankjewel.